Wat doet ze nou? Sunny Day versterkt juist eigenlijk vuurtype moves. Doe je dit dan alleen zodat je Solar Beam gewoon elke beurt kan gebruiken, maar hiermee maak je Fire-type moves gewoon 50% sterker. Waarom doe je dit? Yo, Nintendo fans. De plant beweegt. Anyway, welkom bij een nieuwe Pokémon Brilliant Diamond Shining Pearl video. En in deze video en de paar volgende video's gaan we de gym leaders opnieuw uitdagen. Deze guy was namelijk al naar mij toegekomen van hey, we zijn er klaar voor. We hebben getraind en we willen je weer uitdagen. Dus dat gaan we doen. We gaan kijken welke Pokémon ze nu hebben. En hij zegt, hey, je bent daadwerkelijk gekomen. Welkom voor de tweede keer in de Aurburg Gym. En sinds ik van jou verloren heb, ben ik nog meer gaan studeren over de krachten en de zwakheden van rocktype Pokémon. En toen wist ik het. Rocktype Pokémon, steentype Pokémon zijn gewoon het best. Nou, we gaan het zien, jongen. We gaan het zien, Rourke. Oh, oké. Rourke begint gelijk met een Tyranitar. Het is gelijk aan. Ik heb mijn Pokémon ook een beetje getraind, want de tegenstanders nu in de gyms zijn allemaal zo rond de level 68 tot level 75. Dus ik heb mijn Pokémon ook richting de level 70 getraind. Donald is 1 level lager, maar ja, zou op zich met Water Pulse op zich wel moet kunnen fixen, denk ik. Dit gaat heel langzaam. Dit gaat echt heel langzaam. Tyranitar doet Stealth Rock. Dat betekent dat iedere Pokémon die van mij nu in de battle komt ook damage gaat krijgen. Gelijk als ze erin worden gestuurd, omdat ze op die steentjes stappen. En dat doet pijn aan je voetjes. Water Pulse, let's go. Nog een keer. Tyranitar gaat nu voor Roar. Oftewel, die gaat mij eruit blazen. En de Pokémon die er dan nu in komt, krijgt inderdaad pijn aan zijn voeten door de steentjes. En dat is Abu. Oké. Abu, let's go. Close combat. Geef alles wat je hebt. Maak hem kapot, deze Tyranitar. Yes. Oké. Tyranitarioi is weg. Dat is nice. Dat is Pokémon nummer 1. Maar Rourke heeft nu 6 Pokémon. Het is nu 6 tegen 6. Dit zijn eigenlijk hoe gym battles horen te zijn. Gewoon vol 6 tegen 6. Abu en Donald gaan beide een level omhoog naar 70 en 68. Verder zie je dat Gerrit 67 is, Simba 70, Jaws 65 en Blade 66. Dus die moeten eigenlijk nog trainen. Ja, die Sandstorm is ook wel vervelend. Tegen wie moeten we nu? Armaldo. Oké, dan ruil ik weer terug naar Donald. En daar is Armaldo. Level 70. Ik vind zijn hoofd best wel cool. Het lijkt net alsof hij 4 ogen heeft. Maar dat is helemaal niet. Ik begin weer met Water Pulse. Dan kijk ik wat hij gaat doen. En dan misschien dat ik hierna wel Disable moet gaan gebruiken. Als hij nou een hele goede move heeft tegen mijn Donald. Oh, we hebben hem wel confused. Dat is heerlijk. Kan je alsjeblieft even jezelf gaan slaan, Armaldo? Ja! Oké, lekker. De Sandstorm raakt mij nog steeds. Het wordt tijd dat die ook even weggaat. Dan nu een Water Pulse. Als deze critical hit is, dan word ik helemaal gek. Oké, dus geen critical hit. Oh, maar hij heeft wel een berry. Ja, dat soort dingen zou ik eigenlijk ook moeten doen, man. Ik zou eigenlijk ook berries moeten gebruiken, joh. Oké, als je nou weer jezelf wil slaan. Oké, nee, hij doet Stone Edge, maar hij raakt mij niet. Oh, dat is lekker. Oké, laten we doorgaan met aanvallen. Ja, misschien dat hij nu zichzelf raakt. Als hij nu zichzelf kapot maakt, zou het lekker zijn. Want deze Pokémon gaat bijna niet down, jongen. Oh, ja, hij is weg. Lekker. Armaldo is ook weg. We hebben echt veel klappen nodig voor deze tegenstanders, jongens. Zijn echt goed. Maar het staat op dit moment 2-0, dus dat is lekker. Tegen wie moet ik nu? Tegen Probobass. Ja, dan moet ik Abu gaan gebruiken. Probobass is namelijk Rock and Steel. Dus dat is lekker. Als ik een Fighting Type move bovenop zijn bakkers kan doen, moet Probobass met zijn mooie snor in één keer down zijn. Ik ga weer voor close combat. Oh nee, hij heeft Sturdy, denk ik. Heeft hij Sturdy? Hij heeft een Focus Sash. Oh nee, dat zorgt ervoor dat ik hem dus niet in één keer kan slopen. Oké, ik denk dat Abu nu een probleem heeft. Power Jam. Ik overleef het ook, maar ik word straks gehit door de freaking Sandstorm. Wanneer gaat die Sandstorm nou een keer weg? Ja, dit is een beetje jammer. Oké, Gerrit, kom op, jongen. Jij mag het doen. Oh, nee. Hij doet een full restore, jongen. Geen full restore doen, jongen. Oude cheater. Nou, maar... Ja. Hij wordt wel echt keihard gehit, jongen. De Sandstorm is intussen weg. Oké. Ga je je full restores verspillen op Probobass? Oké. Als dat is wat je wilt doen, uiteindelijk pak ik hem.
Uiteindelijk maak ik hem kapot. Kijk, hoppakee. One hitje. Lekker. Het staat op dit moment 3-1. Abu is down bij mij. Bij hem zijn Aerodactyl, Armorado en Probopest down. Terwijl Blade en Gerrit een level omhoog gaan. Gerrit naar 68, Blade naar 67. En nu Relicant. Die heeft een 4Q weakness op Grass. Dus laten we voor Grass gaan. Laten we nu voor Jaws gaan. Onze Cardivine. Een Pokémon die ik letterlijk nooit gebruik. In mijn playthroughs. Maar superleuk om die nu een keer wel te gebruiken. Relicant is level 64. Ik ben level 65. Dit moet goed komen. Het enige waar ik naar moet kijken is dat ik Seed Bomb of Power Whip wil gebruiken. Met Power Whip loop ik risico dat ik hem niet raak. Maar hij is wel veel sterker. Dus ik denk dat ik toch Power Whip probeer. En ik raak hem. Kijk, heerlijk. In één keer down. Lekker! Woehoehoe. Heerlijk dit. Oké, Rourke. Oké. Het begint mijn kant op te vallen, lijkt het wel. Simba gaat nu level 71 al. En Rourke gebruikt nu Aerodactyl. Dan ga ik nu denk ik Icebeam proberen met Gerrit. Is het alleen te hopen dat hij geen Flying type moves kent. Want daar heb ik even niet op gelet. Oké, let's go Icebeam. Ik ben ook continu sneller. Dat verbaast mij echt. Dat mijn Pokémon zoveel sneller zijn dan zijn Pokémon. Aerodactyl is voor de helft down. En Aerodactyl denkt, nee, ik wil niet tegen Gerrit battelen. Ik wil battelen tegen Simba. Oké. Nou is hij een Rock en Flying type Pokémon, dus ik ben benieuwd wat Thunderbolt gaat doen. Huh? Maar hij is wel sneller dan Simba? Oké, die had ik niet verwacht. Kan ik hem überhaupt raken? Ja, ik kan hem raken. En het is zelfs super effective. Nou, helemaal lekker, joh. Ik dacht misschien heft tot elkaar op of zo. Rock en hoe heet dat? En Flying. Maar blijkbaar... Nee, blijft dit gewoon super effective tegen het Flying-type van Aerodactyl. Dus dat is lekker. Dan nu, Rampardos. Ja, die wil ik in ieder geval niet met Simba gaan battelen. Ik denk dat dit zijn sterkste Pokémon gaat zijn. Dus ik ben vooral benieuwd naar welk level die is. Daar is die jongen. Rourke, die geeft nog niet op, jongen. Hij zegt... Ja, dit is mijn Trump kaart, mijn Triumph kaart, mijn sterkste kaart. Ja, daar is die jongen. Zieke Pokémon. De zesde Pokémon van Rourke. En dan gaan we maar voor Earth Power. Oh, hij begint. Hij is sneller. Hij doet Head Smash. Dit... Oké. It's not very effective. It's not very effective. En nog maak je mij dood. Ja, het doet hem ook superveel damage zo te zien. Ik ben een beetje bang dat hij dit vaker wil gaan doen. En dat hij zo mijn Pokémon gaat nakken. Ik kan natuurlijk Disable doen. Maar ik ben sneller. Ik doe Water Pulse. Met Disable had ik die move weggehaald. Maar Water Pulse is genoeg om Rampardos kapot te maken. Eigenlijk heeft Rourke zichzelf op het laatst ook een klein beetje kapot gemaakt. Maar we hebben het gedaan, jongens. Lekker. Donald groeit nog naar leveltje 69. En Rourke hebben we verslagen. De eerste rematch met een gymleader in Pokémon Shining Pearl is gewonnen. En hij zegt, ja, ik moet toegeven, ik heb alles gegeven wat ik in me had, maar je hebt me nog steeds gewoon op een eerlijke manier verslagen. Ik snap wel waarom jij in de Hall of Fame staat. Je bent echt een toptrainer. Hier is een sticker die ik altijd gebruik. Nou, bedankt voor de sticker. Let's go! De eerste hebben we verslagen. Laten we gelijk doorgaan naar Eternal City. Naar Gardenia. En ik ga er een klein beetje van uit dat dit ja, een peulenschil wordt voor mijn Inferno. Maar als ik één ding geleerd heb, is dat je nooit de gymleaders moet onderschatten. Gardenia! Yo! Ze zegt, Rick, je hebt me laten wachten. Toen ik jou voor het eerst zag, wist ik het. Deze man wordt ooit de Pokémon kampioen. En kijk eens, je hebt inderdaad zo'n winnende aura om je heen. Maar, dat zet mij aan het denken, want als ik jou versla, dan ben ik de beste trainer. Ja, dat is waar. Als jij van de beste trainer wint, dan ben jij blijkbaar de beste trainer. Let's go, Gardenia. Natuurlijk ook weer 6 Pokémon. Ik heb Abu natuurlijk bij mij op de eerste plek gezet. Want hopelijk gaat hij gewoon iedereen en zijn moeder lekker flamethrowen. Ja, Jumpluff. Dit zou geen probleem mogen zijn. Maar oké, Jumpluff die gebruikt wel gelijk Sunny Day. En nu zou het misschien wel een probleem kunnen zijn. Want nu is zijn vuuraanvallen dus minder sterk. Ja, dit is super slim. Dit is super slim. Eigenlijk moet ik nu een plan B bedenken. Alhoewel, we zijn nog steeds sterk genoeg blijkbaar. Oké. Jumpluff is weg. Of wacht. Wacht, wat doet ze nou? Sunny Day versterkt juist eigenlijk vuurtype moves. Ik was even in de war, maar doe je dit dan alleen zodat je Solar Beam gewoon elke beurt kan gebruiken? Maar hiermee maak je Fire-type moves gewoon 50% sterker. Waarom doe je dit? Jij zorgt er gewoon voor dat mijn Abu nog sterker is dan dat hij normaal al is.
Ja, ik hoef nu alleen maar achterover te gaan zitten, denk ik. Ja, dit wordt super easy. Ik ga iedereen kapot maken zo op deze manier. Torterra is alweer weg. Dat is toch ook niet de minste Pokémon, zou je zeggen. Daarmee gaat Jaws naar level 66. Nou, Breloom. Nee, ik ga gewoon helemaal niet meer wisselen. Ik ga gewoon alleen maar Flamethrower gebruiken op al deze Pokémon. Wat doet Gardenia? Op deze manier word je echt niet de sterkste Pokémon trainer ooit. Wat doe je nou? Je ziet dat je tegen een Fire-type Pokémon moet vechten. Dit is super stom. Nou, nu Sunflora. Ja, weet je, dat is ook niet de allerbeste Pokémon volgens mij. Wel leuk dat je echt daadwerkelijk allemaal Grass-type Pokémon gebruikt. Want hé, sommige trainers gaan gewoon opeens andere type Pokémon gebruiken wat nergens op slaat. Dus wel respect voor dat. Maar ja, dit... Maak je mij wel heel erg makkelijk op deze manier. De volgende, Charum. Kijk, en die gaat nu wel veranderen. Ja, die verandert nu naar een andere vorm. Dus even kijken of Charum dan minder last heeft van mijn Flamethrower. Oh, nee, ja. Of heeft hij een Focus Sash? Ja, volgens mij wel. Charum heeft inderdaad ook een Focus Sash. Maar ik burn Charum. Dan ga je voor Grout. Je gaat me nog niet eens aanvallen. Oké. Nou, sorry Gardenia. Maar ja, dit is niet best wat je allemaal aan het doen bent hoor. Doei Charum. Volgens mij zijn we dan alweer bij de laatste Pokémon van Gardenia aangekomen. Terwijl Abu naar level 71 gaat. En dat is Roserade. Ja, ik heb wel slechte herinneringen aan Roserade, jongens. Weten jullie nog? De Roserade van Cynthia, die bijna heel mijn team kapot maakte aan het einde van het avontuur. Dat was niet normaal. Die sloopte bijna heel mijn team. Maar dat gaat nu denk ik niet gebeuren. Nee, want ik heb Roserade ook in één keer down. Roserade van 72, jongen. Ja, Gardenia, je hebt het me wel echt super makkelijk gemaakt. En daar wil ik je graag voor bedanken. Ze zeggen, wow, je bent echt super sterk. Hoe heb je dit gedaan? Nou, anyway, hier heb je ook mijn favoriete sticker. Nou, dankjewel. Nou, Rourke was nog best een uitdaging. Gardenia was heel makkelijk. En in de volgende aflevering gaan we kijken hoe we tegen de volgende twee gaan doen. Dus doe het duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En laat even een reactie achter welke gymtrainer jij het vetste vindt. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel!